Fijn dat je luistert naar deze korte versie van Door de Bijbel. In 240 afleveringen neemt Joost Bastiaans je mee op reis langs alle verhalen uit het Nieuwe Testament. Openbaring 1, vers 10 tot en met 20. Een stem die klinkt als een ramshoorn. Als de Heer Jezus terugkomt uit de hemel om zijn kerk van de aarde weg te nemen, dan komt Hij met een luide stem. Een heel kenmerkende stem die klinkt als een ramshoorn waarmee de oorlog wordt aangekondigd. Toen Johannes de Heer Jezus zag, viel hij voor zijn voeten neer alsof hij dood was. Hij had nauwelijks woorden om de verheerlijkte Jezus Christus te beschrijven. Tussen die kandelaren zag ik iemand die op een mens leek. Hij had een gewaad aan dat tot zijn voeten hing, om zijn borst een gouden band. Zijn hoofd en zijn haren waren zo wit als witte wol. Ja, zo wit als sneeuw. Zijn ogen vlamden als vuur. Zijn voeten leken van gloeiend koper te zijn. Zijn stem klonk als de zee. In zijn rechterhand hield hij zeven sterren. Uit zijn mond kwam een vlijmscherp zwaard. Zijn gezicht straalde als de zon op het heetst van de dag. Hier wordt onze Heer Jezus Christus aan ons voorgesteld als grote, hoge priester. Zijn witte gewaad vertegenwoordigt zijn zuivere rechtvaardigheid. Er is geen zonde in Hem. Hij heeft ook nooit gezondigd. De gouden band om zijn borst toont zijn kracht. Hij is degene die ons in waarheid kan oordelen. Als onze grote, hoge priester doet Jezus vandaag drie dingen. Hij komt voor ons op. Bij het hemelse altaar. Hij komt voor ons tussen beiden. Hij staat aan onze kant. Hij is onze advocaat die ons verdedigt als Satan ons beschuldigt. Hij houdt ons goed in de gaten. Hij loopt onderzoekend langs de lampen, knipt het lontje en giet er wat olie bij. Soms gebruikt hij een kaarsensnuiter en zet de lichten opzij die geen licht geven. De verschijning van Jezus Christus aan Johannes. Met wit haar en ogen die vlammen als vuur, getuigt ervan dat hij de kerk door en door kent. Hij weet alles van ons, al het goede en al het kwade. Zijn voeten van gloeiend koper spreken van zijn oordeel. Hij ziet alles, hij sluit zijn ogen niet voor de zonde in de kerk. Zijn steeds terugkerende waarschuwing aan zijn zijde is: bekeer je. Als jullie niet veranderen, zal ik komen en jullie kandelaar van zijn plaats weghalen. Door de eeuwen heen heeft de kerk zich altijd in bochten gevrongen onder deze beschuldiging. We hebben namelijk het zicht op de rechtvaardige Christus verloren. Jezus legt uit, dit is wat de zeven sterren en de zeven gouden kandelaren betekenen. Dat is een geheim, waar je in de Bijbel nog niet over leest. Johannes helpt ons die symbolen te begrijpen. En als hij geen symbolische taal gebruikt, dan drukt hij zich letterlijk uit. En wat heeft Jezus nu in zijn rechterhand? Zeven sterren. Dat betekent dat hij de controle heeft over het heelal. Deze sterren zijn boodschappers of engelen. We zullen zien dat de kandelaars de zeven gemeenten van Azië zijn. Uit zijn mond kwam een vleimscherp zwaard. Dat is het woord. Daarmee oordeelt Jezus vandaag. Zijn gezicht straalt als de zon op het heetst van de dag. Heb je ooit geprobeerd om in de zon te kijken? Denk je dat je naar de Schepper kunt kijken, die de zon maakte, die de verheerlijkte Christus is? Dit is nu hoe wonderbaarlijk Hij is. We mogen niet op een joviale manier naar Christus toe gaan. Hij is niet ons maatje, Hij is de verheerlijkte Christus. Maar Hij zegt tegen Johannes. Je hoeft niet bang te zijn. En dan geeft hij vier redenen waarom we geen angst hoeven te hebben. 1. Ik ben de eerste en de laatste. En als tweede: Ik ben de levende die dood is geweest. Hij spreekt over zijn verlossende dood en opstanding. Als derde: Nu leef ik voor eeuwig. Hij leeft. Hij oordeelt niet alleen. Hij komt voor ons tussen beiden. En als laatste. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Vanwege zijn eigen dood en opstanding heeft Jezus alle macht over de dood en het graf. Met deze verbazingwekkende openbaring van de verheerlijkte Christus gaan we nu nauwkeurig bekijken wat dit allemaal betekent. Bedankt voor het luisteren naar deze korte versie van Door de Bijbel. Als je je abonneert op deze podcast kun je alle afleveringen. Gratis beluisteren. Waar en wanneer je wilt. En wil je nog meer horen? De uitgebreidere afleveringen van Door de Bijbel zijn ook gratis te beluisteren. Ga naar twi.nl.